Oké. Ja, Masters of the Universe. Geweldig, hè? Vette funk. Ja, zeg een applausje. Het gaat straks nog even verder spelen. Ja. Tot nu. We hebben het in deel 1 gehad over privacy. En nu over veiligheid. Maar misschien heeft u het al door. Eigenlijk zijn dat tweezelfde dingen. Liggen ze in elkaars verlengde. Nou moet ik persoonlijk wel een beetje bekennen van als het over privacy gaat, is het altijd wel... Dus het is heel erg wat er allemaal kan gebeuren, wat ze wat niet allemaal van je weten. Maar ja, meestal gebeurt er niks. En daar houdt het dan een beetje bij op, want de wetgever moet het allemaal oplossen, moet allemaal vooral heel erg bang zijn. Maar als je het hebt over security, hè, dan is vaak de ellende is nog groter. Hè, als je gehackt wordt, je raakt geld kwijt en identiteitsfraude en dat soort dingen. Maar het biedt nog handelingsperspectief, zoals ze dat in ambtenaren termen zetten. Je kunt er iets aan doen. Je kunt jezelf beveiligen, hè, met software, met knopjes, met bepaalde dingen er gewoon op letten dat je dat doet. Nou, en we zagen ook dat die burgers zich met name zorgen maken om gehackt te worden. En ze willen ook wel weten wat ze dan kunnen doen. Dus daarom hebben verschillende partijen, Economische Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Cybersecurity Center, ECP en heel veel bedrijven hebben dus veiliginternetten.nl in het leven geroepen. Nou, om even een beeld te geven van waar we het nou eigenlijk over hebben, zal ik de site even laten zien. Ik ga er niet eindeloos doorheen lopen of zo, maar dat u even een beetje een beeld heeft. Wie heeft hem al bekeken trouwens? Veiliginternet.nl? Nou, kijk eens aan. Had je er ook wat aan? Of is je alles al? Ja, er zitten wel security mensen hier. Die hebben waarschijnlijk ook nog de content geleverd. Oké, goed. Ja, nou bovenaan je online privacy. Hè. Dat spreekt mensen toch nog steeds wel aan. Nou, ga naar het thema. Wat kun je eraan doen? Basisbeveiliging. En dan moet ik eerlijk bekennen. Daar zaten toch, ik ben natuurlijk super secure. Maar er zaten een aantal dingen bij die ik ook niet heb. Bijvoorbeeld, je smartphone beveiligen in 6 stappen. Nou, dan denk je, oh, dat kennen we allemaal wel. Ja, wachtwoord. Ja, ik ga natuurlijk niet zo'n patroontje doen. Gewoon ontzettend ingewikkelde code. 12 random tekens die ik iedere keer intyp als ik moet bellen. Niet. En toen kwam ik een beetje onderaan bij dat menu. Locatie, dat soort dingen, beveiliging. Kijk, die. Bij Apple hebben we dat ook natuurlijk. Je apparatenbeheer op afstand. En in het onderzoek blijkt dat slechts 9% van de Nederlanders dat doet. Maar dat is best wel handig. Het is 1 knopje instellen, nu, voor het geval dat je hem kwijtraakt, dat hij gejat wordt, weet ik het wat. En dan kun je dus online naar je account, en dan kun je op afstand kun je bijvoorbeeld wissen. Nou, dat is een beetje radicaal, maar je kunt hem op een andere manier blokkeren. Dus als je ziet, er wordt mee gebeld, dus je gewoon op afstand het wachtwoord gaat veranderen. Of gewoon om de dief een beetje te jennen, je laat hem continu op het hoogste volume afgaan. Dat is ook leuk. Dus ik zou bijvoorbeeld hier mijn telefoon in het publiek kunnen gooien, en dan keer ik me om, en dan moet hij hem zogenaamd stelen, en dan kan ik, daar zit hij. Ik kan ook gewoon een vriend vragen me te bellen natuurlijk. Maar goed, het is leuk dat dat kan. Ja. Nou, dat is de basis. Hè. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dan hebben we allerlei thema's. Open wifi, hè, hebben we net uitgebreid over gehad. Dat helemaal uitgelegd. Ook die VPN. Weet je wat niet moet doen. Kinderen, hè, die doen natuurlijk van alles en nog wat op Facebook. Internetbankieren. En dat bleek ook wel uit het publieksonderzoek. Dat waar de mensen eigenlijk het meest bang voor zijn, is dat hun bankrekening wordt leeggehaald. Dat is weer grappig. In Nederland draait het toch weer om geld. Nou, online winkelen, dat je eens een beetje herkent. Je bedrijf, hè, bring your own device, dat is ook weer zo'n veiligheidslek. Het is natuurlijk hartstikke handig als je een iPad hebt. Dan ga je naar je werk, en dan log je in, en dan ga je naar huis. En dan laat je die dingen ergens liggen. Of dan download je wat, en dan kom je weer op je werk. En dan gaat het virus, gaat naar het bedrijfsnetwerk. Oh, heb ik dat gedaan? Ja, wat heb jij gedaan? Nou, dat lost de IT-afdeling wel op. Iets vervelends gebeurt op internet, de meldknop. Ja, die kennen we misschien nog wel. Hè? Vroeger was dat meldknop.nl. En dat was wel leuk, want je had heel veel, met name ook kinderen. Die zaten dan op Facebook of Twitter of YouTube. En die zagen dan iets naars voorbij komen. Bijvoorbeeld hardcore porno met je eigen hoofd erop. Ik zou het zelf wel grappig vinden, maar kinderen vinden het over het algemeen niet leuk. Ja. Nou, dan kun je dus op die meldknop drukken, want als je dan normaal naar Facebook gaat of naar YouTube, dan krijg je een hele lange procedure en haken ze al af en dat blijft maar. Nou, dan geef je op die knop en dan helpen zij je dat te melden. En die bedrijven die zijn er ook in meegegaan, hè? Dus dat ze dat voor je doen. Nou, dat zijn allemaal diensten, dus kunnen we even doorgaan, die in de jaren omhoog zijn gekomen vanuit behoeften van consumenten en heeft iemand dat opgepakt. Nu komt het allemaal samen in veiliginternetten.nl. En daarover gaan we praten over deze site, maar vooral ook wat erachter zit, met de 3 dames waarvan je wel kan zeggen dat die ervoor hebben gezorgd. Vanuit de directie, hè, want we krijgen nu wel even wat bestuurlijke kracht hier op het podium. Want zo hebben wij dus de waarnemend directeur telecommarkt van het ministerie van Economische Zaken,
de directeur cybersecurity bij de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die is dus ook de baas van het Nationaal Cybersecurity Center. En de adjunct directeur van ECP. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Jacqueline Prins, Wilma van Dijk en Marjolein Bonthuis. Dames, welkom, welkom, welkom. Oh, ik zit niet pas, jullie hebben alle drie zwart aan, hè? Weet je toch niet onderling afgestemd? Dat doen vrouwen altijd, hè? Ja? In dit soort gezelschappen. Ja, wij mannen niet. En als er gefilmd wordt, zeker. Ja. Oké, okay, nou, om jullie even uit elkaar te houden. Oudere dames bij de overheid. Dat is die doen dat altijd, die stemmen altijd. Dat onderling af. Die bellen, ja. Wat doe jij aan? Ja, denk ik, oh nee, niet weer dat. Nee, dan moeten we even dat. En dan komen we er uiteindelijk wel weer uit. Ja. Ja, dat vind ik ook zo leuk van vrouwen in cyber, weet je wel. Die zijn meer van overleg. Die mannen die gooien een stok en die rennen er achteraan en die doen gewoon een ding. Die kletsen niet met elkaar. Jeez, jongens. Hey, nou, inderdaad, in de voorbereiding had ik ook zoiets van, goh, wie doet wat? Hè? En wat komt van EZ, wat komt van justitie, wat komt van ECP? Hè? Want we zijn altijd gewend dat ministeries niet met elkaar samenwerken. Ik heb ook nog bedrijven bij. En toen zei hij, nee Chris, dat is totaal niet relevant, we doen het samen. We doen dat veiliginternet.nl is en ECP, en NCSC, en EZ. Maar mijn vraag is dan vervolgens, hoe hebben we elkaar zo gevonden daarin? Nou, ik denk dat wij, althans onze organisaties, elkaar al hadden gevonden. EZ staat in ieder geval voor de groei van de economie. Mm-hmm. En we hebben al een tijdje geleden ontdekt dat we dat niet in ons eentje kunnen doen. Ja. Dus wat wij doen is vooral contact zoeken met onze partners. Nou, ECP is daar een belangrijke partner in en uiteraard ook het ministerie van VNJ. Maar hoe staat veilig internet en cybersecurity dan in relatie tot economische groei? Ik bedoel, het kost toch vooral geld? Ja, het kost geld, maar wij geloven erin als ministerie dat het van belang is als je de economische groei wil stimuleren, dat er dan een soort vertrouwen moet zijn bij de gebruiker dat het internet ook veilig is. En op het moment dat je daar niet voor zorgt, dat het uiteindelijk niet de groei zal hebben die je graag zou willen en die er ook echt in zit. Dus een enorm potentieel. Ja. De factor die het heeft in de economie is enorm en die neemt alleen maar toe. Okay, maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat het veilig kan, dat het betrouwbaar is. En dat is dus waar wij voor staan. Ja, want in die straatinterviews, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik sprak een dame uit Albanië. En die zei van, oh, wij in Albanië hebben helemaal geen cybersecurity problemen, want niemand is online. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Hè. We moeten wel online kunnen. Marjolein, hoe is dat gegaan? Want jullie zijn ook echt een platform, dat bedrijven. En het is ook even belangrijk om te zeggen, de grote telecom zitten erin, onze betaalvereniging is ook nog iets van de Europese Unie. Heleboel clubs bij elkaar. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou ja, dat is ECP ten voeten uit. Natuurlijk het platform overheid en bedrijfsleven samen. En zo zijn we 5 jaar geleden het platform internetveiligheid gestart. Dus daarin denk ik ook dat we voor het eerst rondom dit thema met beide departementen aan tafel zaten. Dus zowel justitie als EZ. Als inderdaad de belangrijkste spelers in die internetindustrie. Om met elkaar te kijken van wat moeten we agenderen? Wat is nou belangrijk? Wat we gezamenlijk, dus publiek en privaat op moeten pakken in relatie tot die internetveiligheid. Ja. Wat moet er bovenaan op de agenda? En vervolgens, wat zouden we dan moeten doen? En natuurlijk is awareness, voorlichting, is een van de belangrijkste aandachtspunten die gewoon iedere keer weer terugkomt. Ja, het platform Veilige Internet, dat was geloof ik in 2009 hebben ze dat geloof ik opgericht. Hè. Er komen dan inderdaad die bedrijven, overheden bij elkaar. En dat is eigenlijk ook een beetje de club die hierachter zit. Wilma, even naar jou. Je zit nu een half jaar bij het Nationale Cybersecurity Center, directeur Cybersecurity nu. Ik vind het eigenlijk veel interessant, hoe was je week? Want het was wel leuk, alert online. Wilma was echt overal te zien. En dan kwam ze met cijfers, moet je uitleggen. Oh, je vond het saai? Nee, helemaal niet. Hoe was je week? Nou, het is nu pas dinsdag in deze tweede week, maar het is een fantastische week. Want ik zie dat er zo ongelooflijk veel partners bezig zijn met het thema cybersecurity. En het is belangrijk om die kennis te delen, om onderzoeksresultaten om die te delen en te laten zien dat we dus als overheid samen met bedrijfsleven ook faciliteren opdat mensen, de eindgebruikers, we kunnen helpen bij het vraagstuk, weet wat je doet. Ja, even voor de mensen, je had vroeger GovCert, dat is geen vloek, maar dat staat voor Government Security Emergency Response Team. Hè, dus als echt de cyber hits shits the fan, dan kwamen die in actie.
Dat was een beetje achter de schermen. Dat is toen opgegaan in het Nationale Cybersecurity Centrum. 2 jaar geleden. Die doen heel veel dingen. Hè. Die regelen ook achter de schermen dat allerlei brandjes geblust worden. Maar jullie gingen op een gegeven moment ook naar buiten toe. Steeds meer kennis leveren. Hè, naar de burger. Ja, zeker. Het NCC is een kenniscentrum. Daar zitten heel veel ICT-professionals. Die vanuit maatschappelijk belang, het nationale belang, kijken. Hoe we kwetsbaarheden met elkaar kunnen verhelpen. Daarvoor ook netwerken smeden, laat ik het maar zo zeggen. Want realiseer je, de eindgebruiker gebruikt dagelijks ICT en internet. 84%, hè, dat is ook wat net aangegeven, 84% van de Nederlanders heeft actief internetgebruik, is een wezenlijk onderdeel van onze e-commerce ook. Dus is het van belang dat die ICT-professionals, het NCSC, zeg maar de grootschalige incidenten daarin ook gaat helpen. Mm-hmm. En tegelijkertijd voor de gebruikers, voor de burgers, samen met het platform wat we hier samen hebben, zorgen dat er dat veiligheid internet is, zodat iedereen weet wat moet ik doen en actuele tips en tricks, die staan erin. Ja, want als we dan bijvoorbeeld weer een incident hebben, hè, bijvoorbeeld dat Heartbleed drama, nou DigiNota weten we ook allemaal nog, hè, er is een groot landelijk cybersecurity incident. Dan hebben de burgers betrouwbare informatie nodig. In het verleden is er wel eens geharrewar over geweest, want de politie zei dat, de NSC zei dit, en dan komt de minister en zegt wat anders. Hoe gaan jullie dat nu regelen, dat die informatie een beetje consistent op die site? Nou ja, kijk, als het grootschalige incidenten zijn, dan is breaking news, komt wel van het NCSC. Maar dan gaan we vervolgens met elkaar in gesprek over, en dat klinkt heel ambtelijk, maar feitelijk doen we dat. Dan gaan we echt als een brandweer met de partijen die erom gaan. Dan zijn het de service providers, de KPN's, de Ziggo's, de UPC, noem maar op. En dan gaan we met hen spreken over, dit is de kwetsbaarheid, zien jullie het ook? Wat kunnen we daaraan doen? Heel feitelijk, heel operationeel. Tegelijkertijd is er een direct lijntje met het veiligheid in veiliginternet.nl. Er is een team die samenwerkt. En daar komt de actuele informatie komt op deze website, zodat iedereen, dus de burgers, zo kunnen zien, hé, dit is het probleem, moet ik iets doen? Zo ja, wat kan ik dan doen? Ja. Marjolein, NCSC is een belangrijke informatiebron. Waar haal je het nog meer vandaan? Nou ja, het hele netwerk is natuurlijk gewoon belangrijk. Kijk, het NCSC stipt het net aan als een incident is. Maar dat is natuurlijk inderdaad als er echt iets aan de hand is, achter de schermen of als het in het nieuws komt. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om een open vizier naar buiten te houden. Ook heel toegankelijk te zijn voor partijen in het veld. Van er is iets aan, of een nieuwe trend. Daar komt iets op van ons informeren, voor het geval we het nog niet weten. Kijk, wij hebben niet alle wijsheid in pacht, maar hopen natuurlijk wel altijd als eerste te zijn, maar het is eigenlijk het belangrijkste dat we elkaar weten te vinden. Dus je begon net zo heel mooi met samenwerken. Nou, wij staan hier met z'n drieën en wij zijn, noem het maar even, het uitvoerend comité dan maar. Maar het gaat eigenlijk om u, weet je wel, van niet alleen gebruik maken maar help ons ook maar om het alleen nog maar beter te maken. Oké, dus iedereen kan ineens tips geven. Natuurlijk. Die zegt van, ik heb dit of dat. Oké, dat hebben wij natuurlijk zelf ook gedaan hier op de grote markt. Dit is misschien ook wel leuk voor jullie, want jullie krijgen natuurlijk heel vaak journalisten zo van, en Wilma, zo van, ja, wat moeten we nou doen met veilig internet? En toen zei je, ja, open wifi kun je niet vertrouwen, dat was de vervolgens headline. Dat heb ik niet gezegd. Nee, inderdaad, dat heb ik niet, dat was veel genuanceerder dan dat. En dan krijg je dat. Maar nu gaan we dus kijken wat de mensen er zelf van zeiden. Wat is uw gouden tip voor veilig internetten? Ja, zolang je een goede virusscanner hebt en niet overal je e-mailadres voor opgeven. Of anders een spam e-mailadres, speciaal e-mailadres ervoor. Ja, iedereen moet opletten altijd, weet je, aan wat ze doet, aan wat ze zegt, aan wat ze schrijven. Moet goed opletten en moet beveiligen van alle geheime dingen, weet je. Nou ja, nu ik dit heb gehoord, zou ik niet zomaar op elk openbaar wifi-netwerk inloggen. Ja, let op wat je doet. Ja. Nou, ik denk je altijd bewust moet zijn van de boodschap die je geeft, aan wie dan ook. En die mag niet in ergens terechtkomen waar je dat niet wil. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus doe geen dingen waarvan je later spijt krijgt op internet. Zet geen foto's waar je later spijt van krijgt. Of schrijf geen dingen over anderen waar je later spijt van zou krijgen. Wees je bewust van het feit dat je niet altijd alleen bent op internet. Nou, iedere site die je bezoekt of iedere app die je opent, dat je daar bewust mee omgaat van, hé,
wat gebeurt er als ik hier nu weer in ga zoeken of iets mee ga doen. Ja, er heel bewust mee omgaan dus. What is your final advice to the people at home if they want to do secure internet? Get informed before doing any sort of transaction or... Yeah, I need to give that advice to myself too, so it's okay. Because I don't apply it 100%. I still do things that are not really safe on it. Oh, je had nog een paar andere. Ik heb ergens een pak papier laten liggen, wat ik wel heel belangrijk is. Oké. Ja, offline veiligheid is ook belangrijk natuurlijk. Goed, tot zover de meningen hier op de Grote Markt. Mensen hebben best wel veel verteld over veilig internet, hoe ze het doen, heel divers. En het allermooiste van alles is, het heeft ons helemaal niets gekost. Dank je wel. Nee, kom maar een beetje dichter bij de tafel staan. Ja, nog even over dat laatste, dat had ik geleerd uit jullie onderzoek. Van als je mensen geld geeft, dan schrik je zelf, dan denken ze het zal wat waard zijn. Dus ik had eerst wat briefjes van 5 klaar liggen. Ik denk van nou, je moet mensen trekken, maar nee hoor, die liep helemaal leeg. Ging gewoon vanzelf, dus ik heb er ook wat van geleerd. Wat horen jullie hier, dat je denkt van ja, dat weten we nou wel? Nou ja, je hoort eigenlijk bij een aantal mensen terug het woord bewustzijn, de digital awareness, zeg maar. En dat is denk ik een van de doelstellingen ook van de site, Veilige Internetten. Dat mensen zich bewust zijn van de risico's, maar ook van de maatregelen die je kunt nemen om die risico's te voorkomen. En je ziet eigenlijk ook in hoe de site is opgesteld. Het is vrij eenvoudig, je kunt het gewoon even doorlopen om even te checken. Nou, ben ik nou wel veilig met mijn Rabobankieren of zoek mijn iPhone ingesteld? Die ik overigens ook gebruik om te zien waar mijn kind uithangt. Maar dat tezijde, volgens mij is hij daar niet voor bedoeld. Maar je hebt een tracking functie. Ja. Buitengewoon handig, kan ik jullie aanraden. Security boven privacy in dit geval, ja. Nou ja, hij is 11, dan kan dat nog, toch? Okay. Hij weet dat ik het doe. Dat helpt ook. Oh ja, dat is belangrijk. Ja, hij weet dat ik het doe. Ja. Maar dat is denk ik een van de belangrijke doelstellingen van de site. Dat je je bewust van bent wat de risico's zijn en hoe makkelijk je eigenlijk je daartegen kunt wapenen. Ja. Nou ja, niet alleen, ja, dus en ook nog het omgekeerde, want je hebt af en toe best wel vragen. Dat zie je nu met die meisjes ook, dat je net denkt van, oh god, we hebben daar echt bang, je hebt er bang gemaakt. Ja. Van wifi, wat moet ik nu, want ik heb alleen maar, ik heb geen internetabonnement, dus wat moet ik nou? Dus zij kan nu gewoon thuis in ieder geval kijken van, hoe gedraag ik me op het moment dat ik gebruik wil maken van openbaar wifi. Dus het is ook het omgekeerde van, heb je een vraag? Dan kan je dus in ieder geval, hoop ik, dat we voldoende informatie geven om je aan de hand te nemen, hoe je dus beter kan gedragen of een antwoord krijgt op je dilemma of je probleem. Okay. Ja, wat ik er zekerheid op pak, is dat het erg goed zou zijn om in het onderwijs digitale vaardigheden mee te nemen. Ja. Wij hebben nog steeds tekenen en handvaardigheid in het lespakket op de lagere school. Ja. Waarom niet bouw een website en wat betekent dat? Hè? Ook de onderwijsraad die heeft gezegd, je moet werken aan die 21st century skills. Ja. Dit zijn skills, die moeten we doen. Als dit de reactie is van de geïnterviewde, denk ik dat het erg goed is om te investeren op het ICT-talent, want daarmee pak je automatisch cybersecurity awareness. Ik denk dat iedereen daarmee eens is. Behalve de leraren, want die moeten dat gaan doen. En die weten er ook niet alles. Hoe lossen we dat op? Nou, ik gaan we gewoon allemaal vrijwilligersbaantje hier doen? Ja. Ik heb wat meer vertrouwen erin. Ja? Natuurlijk moet het passen binnen alle financiële middelen die er binnen het onderwijspakket zijn. Maar het is een belangrijk onderdeel van de strategie. De cybersecurity strategie, die we ook weer gezamenlijk verder willen brengen. En een belangrijk onderdeel is kennis voortbrengen via scholieren, lagere school, middelbare school. En daarvoor zijn we samen met OCMW in gesprek. We zijn er niet, maar we zijn er wel mee bezig. Ja, ja, en voor de kinderen is het uiteindelijk ook vaak leuk. Hartstikke leuk. Nou, als ik daar nog iets op wat je gewoon ziet, en dat hebben we in de praktijk al gezien met de komst van de digitale schoolborden. En nu bijvoorbeeld is in oktober ook een hele mooie week geweest, de codeweek. Eigenlijk voorafgaand aan Alert Online. En het heeft heel mooi met elkaar te maken. Want daar werd opgeroepen om kinderen van jongs af aan te leren coderen. Hmm. En als jij nou zegt, er zijn programma's, als je met groep 3 dat gaat doen. En er zijn zulke mooie programma's voor gemaakt, dan kun je als leraar mee. En weet je wat zo grappig is? Een kind van 6 is helemaal niet erg, hoor, als je zegt, kun je me helpen? Want dan kun je het samen doen. En dat geldt op school, dat geldt thuis. En dan komen we weer bij dat samenwerken. Dat is wel eigenlijk heel mooi. Van, je kunt natuurlijk ook daarin samenwerken. En ik denk dat we daar niet zo bang voor moeten zijn met z'n allen. Nee, oké. Okay. Ja, want Kennisnet, die is ook 2 keer partner geweest bij TikTok. Die is ook partner binnen Alert Online. Ja. Doen die dat gedeelte ook? Dat op school daar gewoon meer aandacht voor komt?
Jazeker, ze hebben zelfs een Donald Duck uitgebracht. Oké. DigiDuck heet die. Ja, de DigiDuck. We kennen die DigiDuck. Ja, lachen, dus ja. Dat is een uitstekende manier om op een hele plezierige manier, ja, zeg maar, met kinderen dit verder te brengen. Ja. Nee, bij SCP hadden geloof ik ook een keer Suske en Wiske, ja, en de Sinistere Side of zo. Ja, we hebben een, ja, een hele leuke werk. We werken samen. Ja, we werken en ook in de, ja, het zijn uitstekend, want via Suske Wiske en Donald Duck, dan bereik je natuurlijk zo'n enorme grote groep mensen. Dat is echt fantastisch. Ja. Okay. En ook op een manier waarvan je inderdaad denkt van, het is niet eng. Het is, je moet het gewoon doen. Ja. Hey, en dan jullie zelf, hè? Als je even kan zetten naar de site. Dan ben ik wel benieuwd van, want die kijkt er natuurlijk ook op zo'n manier naar, van hey, hoe vindt het publiek dat, maar vooral ook, wat heb ik er zelf aan? Ja, dat als jullie, toen u gelanceerd werd, jullie wisten natuurlijk wel een beetje wat erin staat, maar zat er nou ook iets bij waarvan jullie zeiden van, hé, dat wist ik nog niet, daar heb ik nou wat van geleerd. Hè? Dus we beginnen met privacy, basisbeveiliging, draadloos internet, zakelijk, hè? Privé en zakelijk dat aan elkaar loopt, dat zal bij jullie ook wel af en toe lastig zijn, online winkelen. Kinderen, wat zat er voor jullie bij dat je zei van, nou, dat vond ik nou eigenlijk wel leerzaam? Of weet je het allemaal? Nee, ik weet helemaal niet alles. Ik kom ook uit een hele andere wereld en ik ben pas sinds 2 maanden op de plek waar ik nu zit. En ik merk dat het mijn perspectief enorm verandert. Dus voorheen had ik van allerlei dingen eigenlijk helemaal geen besef. Ja. En dat begint nu langzamerhand te komen. Dus ook bijvoorbeeld het internet of het wifi wat je openbaar gebruikt. Ik deed het niet echt, maar ik was me absoluut niet bewust van wat er eigenlijk allemaal mee kan. Okay. Dus daar kwam ik daar een beetje achter eigenlijk toen we dit aan het doen waren. Ja. En een aantal andere dingen, zoals internetbankieren en zo, dat is denk ik voor veel mensen ook wel gewoon bekend hoe dat werkt en zo. Ja. Dus in die zin was er, nou ja, niet zo heel erg veel nieuws op dat vlak. Ja, bij internetbankieren, juist daar zie je dat ook die economische factor erin. Ja. Hè? Dat als mensen dat niet vertrouwen, dat kort kan een hoop centen gedoe. Jullie dingen waarvan je zei, van, nou, dat wist ik nog niet. Dat nou, ik heb zeker doorgelopen met Koen van het NCSC. En toen dacht ik wel, hé, hier ga ik nog eens een keer rustig doorheen bladeren, want alles weet ik absoluut niet. En ik wil het nog wel even checken, vooral met de thuissituatie. Ja. Dat lijkt mij toch verstandig. Oh, dat je thuis nog even checkt. Ja, want op werk heb je natuurlijk je mensen daarvoor. Dat wordt allemaal voor je geregeld. Maar thuis is wel even belangrijk. Ik laat in ieder geval op mijn werk checken of ik wat ik doe, of dat goed is. En dat is wel oké. Okay. Maar voor mijn thuissituatie vind ik dit een zeer nuttig instrument. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een goeie. Want bij mijn begin was gezegd, deze website is niet voor de specialisten. Het is de website van je moeder. En ik heb natuurlijk mee moeten helpen, ook in het schrijven van de tekst. En dan af en toe, dan had ik iedere keer dat ik dacht, oh ja, mijn moeder, weet je, snapt hij het ook? Maar dan dacht ik, snap ik het zelf? want het duizelt je dan soms wel over hoeveel onderwerpen we het eigenlijk hebben. En ik heb wel vaker het gevoel gehad van, was die site er maar eerder geweest? Je bent wel eens tegen dingen opgelopen, wat een paar jaar geleden een hack op LinkedIn wachtwoorden. En dat kwam wel een beetje nieuws en LinkedIn bleef een beetje stil. En ik dacht van, nou, ik ga daar niet op zitten wachten of mijn wachtwoord daarbij zat in die hack. Ik wil dat gewoon veranderen. Ja. En ik heb echt een uur naar die website zitten staren van, waar moet ik zijn? Weet je, waar moet ik dat wachtwoord van? En het bleek rechtsboven zo'n lettertje waar je ongeveer een leesbril voor nodig hebt. Dus toen dacht ik van, nou, toen ik deze site eigenlijk met elkaar maken, waar ik denk, ja, eureka. Weet je, het wordt gewoon voor je dus eigenlijk denk ik dat ik er in de toekomst nog gewoon heel veel gebruik van ga maken. Juist met dit soort voorvallen. Ja, want dat viel me ook wel een beetje op aan de toon. Hè. Er wordt natuurlijk wel heel veel op internetveiligheid gedaan. Hè. Er zijn actiegroepen, er zijn voorlichtingen. Die zijn vaak heel alarmerend, weet je. Of van, cybercrime, je wordt zo gepakt. En dan weet je, mij schrikt dat een beetje af. Ik vond de toon hier heel erg neutraal. En ook heel erg how-to, weet je, hoe kun je doen? Het is bijvoorbeeld, ik denk ook dat het een beetje het resultaat is van de samenwerking. Hè? Je ziet vanuit VNJ hebben we natuurlijk een bepaald perspectief en vanuit economische zaken is er een perspectief. Dat komt eigenlijk heel mooi bij elkaar op deze site, zodat we niet het heel erg laten doorslaan naar de ene of de andere kant. Ja. En ik denk dat dat een balans maakt waar je neutraliteit uit haalt. Okay. Ja, en hetzelfde die bedrijven. Weet je? Dat is ook nog wel eens dat gevoel van, als we te veel over de enge dingen praten, dat juist weer die economische groei, innovaties remt, mensen bang maakt om op internet te gaan. Dat is wat we natuurlijk al die jaren met voorlichting ook gezegd hebben. Het moet niet remmend werken, want je wil juist dat we met z'n allen gewoon online zijn. Okay. En kunnen leven. Want op het moment dat je daar die huiver voor hebt of je bent niet online, dan mis je gewoon een heel groot stuk van, noem het maar, de samenleving.
Economische zaken, justitie, veiligheid. Ik zag de binnenlandse zaak heeft ook nog een plekje daarbinnen. Kent u het meldpunt identiteitsfraude? Ja. Dat was gisteren bij Kassa was het ook zo'n heel item. Dus iemand zijn identiteit was gestolen. Gewoon een kopietje paspoort online, weet ik wat ze allemaal hadden gedaan. En die kwam er mij niet vanaf. En die ging dan naar de politie toe. En die zegt, ja, meneer, komt die volgende week terug? Nou ja, dan is alle data alweer kwijt vanwege de privacy. Dus dat is ook geen zaak. Toen pas hoorde hij, er is een meldpunt identiteitsfraude. En op die site zie je ook inderdaad, daar kun je naartoe. En gisteren kwam Plasterk ook uitleggen. En wat doen ze daar nou? Er zijn een groepje mensen, die zeggen dan niet van, we lossen het voor u op. Maar die vertellen je hoe je het moet oplossen. Want dat moet je best wel snel doen. Nou, dus hebben we die er ook bij. Dus er ongetwijfeld nog meer overheid. Maar wat is nou voor die bedrijven interessant? Want er zit een hele trits bedrijf ook achter. Dus KPN, Zico, Nederlandse Betaalvereniging. Hoe komen die daarbij? Voor een deel hebben die natuurlijk gewoon dezelfde belangen. Als er met vertrouwen zeg maar, gebruik kan worden gemaakt voor het internet, dan gaat dat uiteindelijk verder boomen zoals we dat graag zouden zien. En dat is net zozeer een belang voor bedrijven als dat dat voor de overheid is. Ja. Dus dat is in ieder geval één ding, denk ik, waarom bedrijven er ook aan hebben meegewerkt, er nog steeds aan meewerken. En daarnaast denk ik dat het voor hen ook gewoon een bron van informatie is. En ook een heel duidelijk herkenbaar punt waar al die informatie samenkomt. Ja. En dat is een ander belangrijk element, denk ik ook, waarom bedrijven dit initiatief gestimuleerd hebben. Maar dan heb je natuurlijk wel dat bedrijven natuurlijk ook belang bij vertrouwen in de consument. Stel nou bijvoorbeeld met die open wifi. Er zijn, ik zal ze niet noemen, maar er zijn 3 grote telecommaatschappijen, die bieden het allemaal aan. En de een die rommelt een beetje en die 2 anderen hebben het goed op orde. Zeggen jullie dat dan ook? Gebruik die en die niet? Nou, niet in die bewoordingen. Maar we geven wel transparant open informatie. Van dit wifi-netwerk beschouwt dat als een openbaar wifi. Met dus deze maatregelen die je moet nemen. Ja. En bij de ander kun je aangeven, nou, het heeft wat meer waarborgen. En waar je net zei, dat is toch het mantra van de avond, is samenwerken. Dat doen we ook met die bedrijven. Voor sommige dingen moet je gewoon bij het bedrijf zijn. Ja. Als er iets niet werkt, als je een vraag hebt bij een specifieke dienst, moet je echt naar het bedrijf zelf. Vice versa, komen bij het bedrijf soms vragen binnen waarvan ze zeggen, daarvoor moet je eigenlijk niet bij ons zijn. En dan zijn wij een heel mooi kanaal waar zij naartoe kunnen verwijzen. Oké, ja. Het is zo'n beetje als verwijsfunctie. Want anders krijg je gauw naming en shaming. Hè. Daar zijn ja. natuurlijk ook niet maar voor. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee. En dat hoeft ook niet. Ja. Maar ik vind het ook wel weer leuk. Hè? Het is ook echt een poldercultuur. Hè? Het is bedrijven, verschillende overheden, zo'n non-profit, zo'n platform. Het is niet van dit is wat de overheid vindt, maar eigenlijk met z'n allen met elkaar. Dat is ook een beetje Alert Online. Dan zie je ook die 140 partners, ook van Rijp en Groen, van alles door elkaar die samenwerken. Is dat een beetje het nieuwe samenwerken, zal ik maar zeggen? Ik zal maar niet zeggen participatiesamenleving. Want ik heb... Maar is dat een beetje de nieuwe manier van werken, Jezus? Nou, ik denk dat Nederland heel goed is in samenwerken, maar cyberspace, daar moet je per definitie samenwerken. Oh, het is ook iets wat echt aan cyber ligt. Dit is absoluut, het is niet aan grenzen gebonden. Het is in groot gebruik in Nederlandse bedrijven. Het Nederlandse publiek maakt er heel veel gebruik van. Ja. En dan kan je wel als overheid zeggen, goh, ik isoleer me en ik ga dat met wetten en regels ga ik de dingen doen. Het instrument regelgeving is erg traag, want dat gaat allemaal via de Tweede Kamer. Digitalisering gaat ondertussen door. Waarom dan niet slim doen, zoals we in Nederland vaker doen? En dat is samenwerken, publiek-private samenwerking. Het zit ook wel een beetje in cyber. Dus. Kijk, Marjolein die zit al 16 jaar bij ECP, dus die kent het allemaal. Maar voor jullie, ik vind het ook wel dapper dat jullie hier zijn, want ze hebben wel een hele schat van bestuurlijke informatie. Hè? Ja, je 6 jaar IND bij EZ, allebei ook iets met luchtvaart. Terwijl jij zit nou 2 maanden zit ze nou op de telecommarkt. En jij nou 100 dagen, zei je vanmiddag. Wat is voor jullie de belangrijke cultuurovergang nu je in die IT-sector komt, vergeleken met waar je vandaan kwam? Wat is nou echt kenmerkend aan die culturen anders? Nou, als ik kijk naar mijn laatste post, dat was in de luchtvaart, daarin zie je ook dat er heel nauw samengewerkt wordt met de sector. Dus in die zin zie ik daar echt wel parallellen. Tegelijkertijd in vergelijking met de luchtvaart gaan de ontwikkelingen in dit veld zo ongelooflijk snel. Waar luchtvaart een heel conservatieve sector is. En dat is denk ik echt een wezenlijk andere situatie. Die ook meer vraagt, denk ik, om samen te werken. En ook, zoals Wilma het noemt, ja, regelgeving is een hartstikke mooi instrument. Maar de vraag is of dat past bij de vraagstukken waar we ervoor staan. Ja. En eigenlijk is dat een beetje retorisch. Ik denk niet dat het steeds past bij de vraagstukken waar we voor staan. Dus we zullen andere manieren moeten vinden om...
oplossingen te vinden en dat soort dingen. Het verandert zo snel en daar moet je continu samenwerken om up-to-date. Ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik denk dat het grootste verschil is. Ik vind het overeenkomst blijft dat wij, ook in mijn vorige baan, wij zijn gewend met elkaar samen te werken. Een Nuclear Security Summit, dan kan je wel zeggen, wij werken niet samen. Dat was niet de houding van alle bedrijven en de overheid. Ook daar, dus dat zit op zich in onze genen. Maar wat ook gezegd wordt, we moeten het hier, want de ontwikkelingen gaan zo snel. En dan zijn we een beetje naïef als we dat niet zouden gebruiken, de samenwerking. Ja, dat valt mij zelf ook op, hoor. Ontzettend veel genetwerk, heel veel gezamenlijke feestjes. Borrels beginnen ook vaak vroeg bij cybersecurity, dat is ook wel gezellig. Hey, en vanmiddag om 4:00 en vrijdag om 3:00 wel gezellig. Nou, hier pas om 8:00, oké. Okay. Hey, volgend jaar hebben we weer Alert Online, neem ik aan. Ja? Oké. Okay. Nou, vorig jaar was het zoiets van heel veel herrie maken dat mensen zich ervan bewust worden dat het belangrijk is, cybersecurity. Dit jaar was het thema bekwaam, hè? Je moet kennis uitdelen dat je het ook kunt. Veiliginternet.nl helpt daarmee. Als we hier volgend jaar weer staan, waar gaan we het dan over hebben? Wat denk je, Wilma? Goeie vraag. En dat is nou een vraag die ik nooit alleen wil beantwoorden. Want we zijn bekwaam. En ik denk dat je altijd op cybersecurity awareness moet blijven kijken. Doen we het nog en kunnen we het nog beter? Maar het is een interessante vraag. Wat zouden we dan nog als thema erbij kunnen nemen? En dat is een vraagstuk wat wij weer in de netwerken met de bedrijven, ECP, EZ, samen willen gaan aanvliegen. Nee, het was ook een strikvraag. Als het te snel verandert, dan weet je dat ook niet. En moet je inderdaad vooral zeggen, we gaan samenwerken komend jaar, zodat we volgend jaar een goed thema hebben. Ja. Nou, we zien ernaar uit. Hartelijk dank. Dankjewel. Marjolein, Wilma en Jacqueline. Dankjewel. En ze blijven hier natuurlijk nog rondhangen, hè? Dus vraag ze echt van alles over Alert Online, veiliginternetten.nl, uiteraard ook op de mobiel. Ja, we zijn naar de... Hey, Oscar Couraud, zit je in de zaal? Of, nee, die zit vanuit KPN te twitteren, die was vorige dinsdag ook bij. Een ethisch hacker, dol op. Cybersecurity begint bij de aankoop van je dienstproduct of oplossing. Ja, dat is, dat klinkt hier als een open deur, maar inderdaad, in de debatten afgelopen week hoor je ook wel vaak, die leveranciers, hè, die willen heel snel de markt op met nieuwe producten. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar er zitten vaak bugs in. En jongens, weet je, security is eigenlijk ook een selling point. Als je zegt van, hey, dit wordt goed getest en het is nooit 100% safe, dat weten we ook alweer. Ja, dan moeten we wel meer op gaan letten. Samen kijken naar Vintenette Tijdens, TikTok.nl, Wilma van Dijk. Dat gaat zeker thuissituatie er zijn. Oh ja, wel doen, hè. Dat gaan we nog even checken, anders word je gehackt. Laat naar steken en handvaardigheid, digitale vaardigheden deel uitmaken van het onderwijs. Daar zijn we natuurlijk allemaal mee eens. Lijkt me ook best wel lachen om. Dat is misschien ook wel een leuke anekdote. Team Hide the Crime die hier was, die gaan dus klasjes hoogbegaafde kinderen gaan ze af. Om daar te scannen naar hackers. Want daar zitten er nogal wat. En dan vooral om te vertellen, als je het fout doet, hoeveel straf je krijgt. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, dat is wel leuk. Hier, ik weet niet wie dat is. Een of andere knulbe Mac. Bah. Je kunt het allemaal nog nalezen, maar je zit natuurlijk ook te popelen om zelf nog wat te zeggen. Hè? We hebben een hele stortvloed van informatie over u heen gegooid. U zult wel denken van, ik heb een eigen theorie, ik ben het er helemaal niet mee eens. Of, ik vind het goed dat dit gedaan wordt. Iemand, daar zit iemand. U kon ook hier naartoe komen, zal ik nu toe komen? Ja, gezellig, kom er even bij. Ja, een applaus voor deze meneer. Kijk eens aan. Mijn naam is André van Brussel. André van Brussel. Ja, ik doe ook nogal wat in Open Wifi voor wireless Leiden. Oh, kijk eens aan. Je hebt concurrentie hier. Ik heb gesproken met hem over nog wat andere zaken. Maar goed, ook Open Wifi kan je wat veiliger maken. Hoor. U heeft een oplossing? We doen er al heel veel aan. Oh, vertel. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, bij ons in wireless Leiden zijn bijvoorbeeld, sowieso het e-mailverkeer afgesloten. Je kan alleen maar je eigen e-mail halen via de webbrowser. Dus dan kom je bij de provider naar binnen. Oh, oké. Okay. En dan kunnen ze niet zo makkelijk je wachtwoord nog afvangen? Onder andere. Techneuten, klopt dat? VPN. Oké. Okay, is al gezegd, hè? Ja. FTP, File Transfer Protocol, wordt afgesloten. Ja. En zo zijn er meer van die zaken die afgesloten worden. We hebben het geluk dat we een hogeschool hebben in Leiden. Die studenten die gebruiken dat netwerk als hun proeftuin. Ja.
En, die gaan ook een beetje ethisch lopen hekken om te kijken of ze... Die houden het allemaal mooi in de gaten, want die vinden dat interessant natuurlijk voor nieuwe dingen doen. Maar kun je maar also... waarvoor ik eigenlijk kwam, is eigenlijk, dat wil ik eigenlijk zeggen, want ik vond deze drie dames zo schitterend. Ja. Waarom nou niet zo'n poldermodel tussen al die providers? Als we ergens een inbreuk hebben, dat al die providers gelijk op dat moment druk op de knop, hup, dat IP-adres wordt geblokkeerd. Dutch Hosting Providers Association, Abuse Hub. Noem eens iets. Huh? Ja? Ja. Die zijn er toch? Hè? Er zitten een paar providers in de zaal. Die werken, die polderen toch ook? Of zijn het alleen maar... Ja, je KPN. Ja, zegt. Wij polderen, maar wat wij doen is wij delen... Ik dan moet ik even ons been niet te verstaan natuurlijk. JJ Belou van KPN trouwens. Ja, wij werken wel samen met elkaar. Dus providers delen met elkaar indicators of compromise en andere belangrijke data die kan helpen en andere provider tegen dezelfde soort aanvallen te weren. Ja, oké. Okay. Ja, sorry, laat je gewoon helemaal alleen staan op het podium. Dat is ook wat. Je bent er wel afgebleven, hè? Okay. Dat is er nu eentje natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk al die grote providers, maar ook die kleinere en zo, die zou je eigenlijk moeten verbinden en die moet eigenlijk direct online zijn. Dat als er wat gebeurt, hey, daar is een aanval van, laat maar zeggen uit China of Japan of wat, dat je gelijk dat deel blokkeert. Okay. Ja, dat zou enorm veel, en leuk voor economische zaken natuurlijk, want dat scheelt je een hele hoop kosten. De provider Polder Partners, yes. PPP, doen we, dank u wel. Goed, uw moment of fame hier, wie durft, en anders kom ik natuurlijk even bij u langs als u dat leuker vindt. Dat kan natuurlijk altijd, dit is uw moment van roem. Ja, daar zit. Kom je erbij of kom je naartoe? Ja, gezellig. Ja, een applaus voor deze man. Yes. Ja, hallo, doe je ook iets in de IT? Walraf. Walraf, inderdaad. Een bijzondere naam, maar ik ben van EY, Ernst & Young. Okay. Information security en privacy, dus inderdaad wel iets in de branche, maar ik zeg het wel persoonlijke titel trouwens. Oké. Okay. Nee, ga los, zou ik zeggen. Wat me eigenlijk opviel is dat, ik vond het heel goed dat jullie de overheid hebben gecombineerd met ook de providers erbij meteen. Heb ik niet gedaan, dat doet ECP. ECP, alle punten. Ja. Goeie credits. Nee, maar wat ik een klein beetje mis is, ik denk dat een hele hoop van onze data ligt eigenlijk bij de kleinere webshops, of tenminste de duizenden webshops die er zijn in Nederland, die niet per se meteen de grote provider zijn. Hmm. En het NCSC, Wilma, heeft zo'n mooi document voor webapplicaties, richtsnoeren geloof ik dat het heet. En daar staat heel duidelijk uitgelegd, wat moet je nou doen om je webapplicatie te beveiligen? Maar ik denk dat ik wel ongeveer kan garanderen dat zo'n 90% van de websites daar niet echt compliant mee zijn, om het mooi te zeggen. Oh, dus NCSC heeft een richtsnoer uitgebracht, maar een mooi document. Onmogelijk om eraan te voldoen. Nou ja, nee, dat niet per se, maar het wordt gewoon niet gedaan, denk ik. In ieder geval, dat ik is denk het, dat de huistuin- en keukenwebshop daar niet aan voldoet. Okay, en ik denk dat daar nog een heel groot punt zit waar we eigenlijk kunnen verbeteren. En kunnen kijken naar, wat kunnen we nou doen? Bijvoorbeeld zo'n vergelijkbare website die het makkelijk maakt voor de gemiddelde webshop om dit soort dingen te implementeren. Oh, veiliginternetten.nl, maar dan voor de webbouwer zelf. Bijvoorbeeld. Veiligsitebouwen.nl. Ja, maar even een sexy naam voor bedenken. Wat zou een leuke naam zijn? Sexy, ik ben nog niet van de sexy naam, maar dat jij denk ik beter. Ja, maar, doen we. De veiliginternetten.nl is trouwens niet alleen voor de burger, ook voor de MKB'ers. Mensen zoals ik. Nou ja, dat is een goede start denk ik, maar ik denk dat we een heel eind zouden komen als we in ieder geval een soort van duidelijke richtlijnen hebben, waar ook echt daadwerkelijk webshops, als ze meer dan zeg 10.000 mensen hebben, dat ze daaraan moeten voldoen. Ja. Niet per se meteen alleen maar wetgeving, maar laten we beginnen met dat het er is. Want als je onderzoek doet naar, is er duidelijke uitleg? Dan is eigenlijk het antwoord nee. Want als ik een bedrijf heb, dan kan ik niet echt een goed punt vinden waar ik hier nou meer over kan krijgen. Wel het NCSC, maar hoeveel daar uiteindelijk terechtkomen, dat vraag ik me weer af. Maar dan heb je toch niet goed opgelet. Kijk, kennis zit niet in één document. Mm-hmm. We moeten continu netwerken overleggen met elkaar, omdat het steeds verandert. Uiteraard. Toch? Ja, nee, zeker. Maar als jij nieuw bent op het platform, dan wil je toch wel ergens in ieder geval een begin. Dat klopt, inderdaad. Wordt aan gewerkt. Dankjewel. Braaf. Goed. Lieve mensen, tot slot. U zag hem in het begin. En het is toch eigenlijk de organisatie waar we deze avond aan te danken hebben. Want we krijgen wel eens de vraag van wie zijn jullie nou?
Het is een praatprogramma. Ja, we zijn niet van de omroep. We krijgen geen cultuursubsidies of dat soort verouderde concepten. Waar wij van leven, dat zijn de congrespotjes van organisaties die allemaal iets doen. Wacht even, Arie. Oh, de borrel zo beginnen. Nou, oké, dames en heren, tot slot een hartelijk applaus voor Arie van Bellen. Hij is leuk, hè? Ik voel me altijd zo klein bij hem. Hé, Arie, ja, 2 jaar geleden stond je hier ook. Hè? Dat was eigenlijk de eerste aflevering. Ik vond het allemaal nog heel spannend. Maar ja, dankzij jullie kreeg ik behoorlijk wat publiek binnen. Hadden ook een leuk onderwerp. We zijn nu 2 jaar verder. Nou, andere band, hetzelfde onderwerp. Hoe heb je het ervaren vandaag? Nou, om te beginnen, je had toen een baan gewoon bij de overheid, hè? Rathenouw Instituut. Dus we dachten toen je voor jezelf begon, laten we je een beetje helpen. Maar je bent wel een stuk magerder geworden. Ik niet hoor, in die 2 jaar. Maar ik ben heel blij dat we een kwart van jouw inkomen hebben kunnen verzorgen. Door nu de tweede Tech Talk ook te steunen. Ja, zo kun je dat zien. Dat gunnen we je. Maar ik vind het wel super cool om te zien wat er allemaal in zo'n periode gebeurt. Eerst sta ik daar trots te wezen van die 3 leuke vrouwen. Dat zijn ook vrouwen, hè? Ja, dat vind ik echt niet niks. Telecombeleid. Cybersecurity, dat klopt. Ja. ECP, dat zijn gewoon prima vrouwen. Ja, ik vind het zelf vaak ook zo... ja, maar moet je eens in de cybersecurity gaan kijken. Ja. Degenen die daar verstand van zouden hebben. Die zijn dus als mieren aan het werk. Ja. En wie daar bovenop het gewoon regelen... zijn die vrouwen. Nou, klopt. Ja. Mensen hebben het over het glazen plafond. Hè? En een directeur is vaak een baas. Het zit ook een beetje eenzaam. Maar volgens mij is het ook een glazen vloer. Onder zitten al die mannen zitten dat te doen. Maar in het midden, daar gebeurt het. En daar zie je meer vrouwen. Hè? Dat klopt, toch? Ik ben er wel trots op. Ja. Nee, bij ECP inderdaad. Ik vind het gewoon ook leuk. Weet je, dat we een beetje variatie hebben op het podium. Om soms echt te blubber bellen. Maar dat part-time en die kinderen en, krijgen ze een ramp. Dat is een ramp. Ja, en die paar die er zijn, die worden helemaal overvraagd. En dan zeg je, ja, moet ik dat doen? Terwijl als ik een man bel, die zegt, joh hoor, kom wel. Die wil niet eens weten waar het over gaat, die komt wel. Weet je? Dat is een typisch man, dat is ook een probleem bij mannen. Maar bij jullie inderdaad, de balance staat heel goed uit altijd. Volgens mij zijn we al bijna aan die borrel toe, als ik dit zo hoor. Maar, 2 mannen die over vrouwen praten, dat is ook helemaal niet interessant natuurlijk. 2 jaar geleden, hè? 3 dingen toen. Van, joh, er moet wat gebeuren aan regelgeving, wetgeving. Ja. Nou, wat daar allemaal gebeurd is... Ik hoorde er net best positief over die Europese richtlijn. Ja. Nou, ik ben geen lobbyist, ik zou niet weten wat het gevolg ervan is, maar ik vind het ook wel een administratieve brei worden. Ja. 25.000 privacy officers. Ik vind het hartstikke leuk voor mijn vrienden van Consideratie en zo en dat soort. Die moeten wel die mensen opleiden, ja. Super gaaf. Kijk, ze hebben al een dresscode. Oh ja, inderdaad. Ja. Maar ik vraag me af of we daar nou de goede stappen zetten voor de praktijk. En wat ik dan wel leuk vind, dat is nog niet genoemd. Kabinet in Nederland heeft ook met cookies gekke dingen gedaan, maar dat weer gecorrigeerd. Ja. Maar heeft ook met een e-privacybrief, en binnenkort ook over big data en privacy, dat is EZ, Telecom, heeft gezegd, laten we gelijk even als we zoiets maken, een visie op privacy in de informatiesamenleving, kijken hoe zich dat vertaalt naar gebruikers van die digitale economie. Ja, moet wel praktisch soort zijn. Praktisch zijn, nou daar helpen wij je bij. En dat vind ik eigenlijk wetgeving plus, namelijk ook de implementatie ervan meenemen. Dus dat is die eerste blok. Zijn toch wel goede dingen gebeurd. Ja. Nou, en die tweede was, doet die markt zelf wat? Gaat die meer doen? Ja. Nou, en daar stonden 2 privacy officers. En, ja. Hè, dat, maar het kan ook bijvoorbeeld meer in producten. Wat ik nou over 2 jaar zou willen, of misschien nog iets langer. Ja. Dat als er dan nieuwe diensten zijn of nieuwe producten, dat bijvoorbeeld privacy, maar ook veiligheid, onderdeel is van de selling point, van de kwaliteit. Dus de brand, privacy zit er vol in. Ja. En ook vanuit de overheid. Hè? Dus iedere patiëntdossier of slimme meter of zo, daar zit het vol in dat het veilig is en privacyproof is. Dus even nog iets verder dan wat we nu allemaal doen. En de derde was voorlichting. Nou, dat is wel gaaf hoor, dat veilig internet. Ja, want jullie gaan de redactie doen, hè? Ja, ja. Nou ja, goed. Vanuit het netwerk. Mensen gaan dat allemaal voeden. En Marjolein stuurt het aan, hoor. Dus ik mag er trots op zijn en zij doen het. Maar het is het begin. Ja, er moet een maatschappelijke weerbaarheid zijn die we met elkaar organiseren. Daar is die site centraal in. En dat platform wat het aanstuurt, dat is niet alleen maar een beetje voorlichting en overleggen. Ik was het niet zo eens met polderen. Maar datzelfde platform heeft ook dat abuse-concept ontwikkeld, waarin, dat weten de meesten wel, providers en overheid samenwerken als er een botnetaanval komt, om de detectie daarvan met elkaar te delen. Dat is niet niks. Nee. Dus aan de voorkant samenwerken en aan de achterkant. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja.
Let maar op, volgend jaar is er een grote conferentie, Cyberspace. Oh ja, inderdaad. Ja, in april. Ja. Nou, dan moeten wij... Hoe heet dat ding ook weer? De Cyberspace. Cyberspace. Ja, Space, weet je? Paard van Troje, Snuf, Space. Ja, ja. De International Cyber... Hij heet echt Cyberspace Conference. Ja? Oké. Okay. Hij gaat vooral over veiligheid. Ja, als je daar dan neerzet wat we hier doen... Ja. Dan denk ik dat innovatie op zich is. Samenwerking Plus, een turbo. En jullie zijn dan ook weer van de partij? Ja, zeker. Nee, wij zijn nooit de prima donna. Maar wij zijn de satéprikker, dus de stukken vlees moeten met elkaar lekker smaken. Dus, goed. Geweldig. Dus ik hoop over 2 jaar weer, want anders kan jij niet overleven. Dus we verzinnen wel wat. Ja, nee, dat hoop ik ook zeker. Dus, en dat jullie ook weer van de partij zijn. Dankjewel. Arie van Bellen. Dankjewel. Christian Wotel. En nu wel... Natuurlijk, je kan al naar de bar toe lopen. Want wat ik nu ga laten zien is helemaal niet interessant, maar ik vond het zelf wel grappig. Dat soms, weet je, dan doe je van die interviews en het loopt niet altijd zoals je verwacht. Dus daar hebben we tot slot nog even een klein filmpje van, voordat de band straks gaat spelen. Maar goed, we hopen in het voorjaar weer te zijn. We zoeken altijd weer nieuwe partners. We hebben Google al gehad, we hebben SIDN gehad, Kennisnet, al organisaties die iets belangrijks doen in de informatiesamenleving. Hopelijk maart, april, mei, juni zijn we er weer en anders in het najaar weer. En dan hoop ik jullie ook allemaal weer terug te zien. Tot dan. Veilig internet, open wifi, wie maakt me los? Al uw vragen, opmerkingen, theorieën over veilig internet hier aan de Techtalktafel. Wie durft? 5 minuten interview, gratis room. Hey jongens, hallo. We doen interviews over veilig internet. Hebben jullie 5 minuten voor een paar vragen? Nee, we moeten door naar school. Ah, jammer. Maar wel veilig internet, hè? Oké. Okay. Iemand nog over veilig internet? Dames en heren, wij doen straatinterviews voor het praatprogramma TikTok over veilig internet. Nee? Oké. Okay. Dag. Goedemiddag meneer. We doen straatinterviews over veilig internet voor het praatprogramma TikTok. Ik heb geen internet op computers. Ik ben 61. Ik ben niet in die wereld opgegroeid. En ik ben een beetje autodidact beeldend kunstenaar. Dus ik zit in een hele andere golf. Oké. Okay. Ja. Je bent nooit online? Nee. Ik weet niet eens wat dat betekent. Nee. Dat ik die bereikbaar ben met mijn mobiele telefoon. Mobiele telefoon, computer thuis, tablet. Niks van dat soort dingen, nee hoor. Nee, niks. Ik zit in de plaats voor de kop. Staat erop, hè? Ja, als ik nou mijn Tinder open, misschien dat we dan wat meer vrouwen krijgen voor die interviews. Hey, hallo dames, we doen straatinterviews over veilig internet. Willen jullie een mening geven? Ja, hartstikke leuk. Dan kom even hier staan. Dat wordt dan weer later op YouTube gezet, op het TikTok-kanaal. Dus je kunt het daar terugkijken. Ja. Willen we dat wel? Nou, uw naam staat er niet bij, hè? Dus, ja, oké. Okay. U bent wel herkend. U bent wel beroemd vanaf nu. Dus ja? Dag dames. Dag. Goed, tot zover de meningen hier op de Grote Markt. Mensen hebben best wel veel verteld over veilig internet, hoe ze het doen, heel divers. En het allermooiste van alles is, het heeft ons helemaal niets gekost. Dank u wel. Ja, die kijkt wel heel boven.
Thank you.